Middag iedereen. Ik zal dus kort iets vertellen over wat we hebben gedaan bij Jan van Dijk. Dit project, dit onderzoekje naar ledbelichting speelt niet alleen bij violieren. We zijn gestart eigenlijk bij twee tilten, Fresia en Violier, die ieder hun eigen traject een beetje hebben doorlopen. Ik wil beginnen met deze eerste dia. Stuurlicht en groeilicht. Dat zijn eigenlijk twee verschillende zaken die ik even wil onderscheiden. In de eerste plaats stuurlicht. Dat is belichten met een lage intensiteit in een donkere periode. Om de morfologie of de plant vegetatief generatief te sturen. Dus je wilt je hebt een bepaald plantidee, een bepaalde plant die je wilt telen. En met stuurlicht kun je daar dingen in veranderen, omdat een plant van nature reageert op licht. Groeilicht is belichten met een hogere intensiteit, met als eerste doel fotosynthese genereren. Dus gewoon assimilaten maken, groei, meer productie en meer productie realiseren. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Dan het onderzoekje stuurlicht in Fresia. Het doel van dit onderzoek, wat destijds vanuit het gewasonderzoek van het PT is gefinancierd, was productieverhoging en een hoger takgewicht. We hebben in 2012 een onderzoek gedaan waarbij we bij een Sonté-belichting van 35 micromol plasmalamp hebben getest. En we hebben Sonté-belichting met dagverlenging van 10 uur met 4 micromol gedaan. 4 micromol is ten opzichte van groeilicht een heel laag lichtniveau. We hebben dit gedaan met blauw, rood of verrood licht op proefvelden van 1 meter bed. Wat kwam daaruit als resultaat? In de eerste plaats bij rood en verrood konden we bij het ras albatros 5% meer productie realiseren. Bij rood en verrood konden we 7% en 5% meer geoogst gewicht. En bij verrood konden we ook een iets hoger takgewicht realiseren. Vervolgens hebben we dat bij een ander ras ook uitgevoerd. Daarin hadden we 22% meer productie bij rood en 15% meer bij verrood. En 21% meer geoogst gewicht bij rood en 17% bij verrood. En ook een iets hoger takgewicht. Dat was aanleiding ook voor Akerboom, die hier een Fresia teelt in de buurt uitvoert. Om daar toch op verder te gaan. Maar ze wilden van de wat kleinere veldjes af. Ze wilden een wat groter object. We hebben in samenwerking met Philips hebben we toen op 30 meter bed. Hebben we zowel een rood als een verroodbehandeling weten te realiseren. En we hebben op twee plantdata hebben we daar een proef uitgevoerd. De behandeling was weer met 4 micromol in de nacht 10 uur belichten. De eerste planting had te veel uitval en is daarom niet goed beoordeeld. De tweede planting, er was in principe een goede productie in het hele plantvak. Maar er konden geen grote verschillen gevonden worden tussen de bedden van het plantvak. Dus nu willen we, nu is de gedachte dat de hoeveelheid belichting bij Akerboom was veel hoger als de eerste proef die we hebben uitgevoerd. Dus we willen nu bij een lager lichtniveau de proef herhalen en dat zal dit najaar nog gebeuren. Om te kijken of we dan eventueel dat resultaat kunnen herhalen. Dan het onderzoek in Violier. Het vorige onderzoek is uitgevoerd door mijn collega Arca. Dit onderzoek heb ik samen met Jan uitgevoerd. We zien hier een foto van het licht eigenlijk. Ja. Het wordt wel erg matig met het zonlicht er nog bij, zeg maar. Maar ja, het is ook een heel laag lichtniveau, dus dat is misschien de reden dat dat er zo weinig van te zien is. Maar geloof mij, maar je ziet hier een belichting. Wat was nu het doel van deze proef? Bloeivervroeging, kwaliteitsverbetering, Jan legde het al uit, donkere bladkleur. En misschien toch ook nog wat meer groei. Dagverlenging, wat hebben we gedaan eigenlijk? Dagverlenging, 10 uur licht per nacht. We hebben 5 trappen gemaakt, 5, 10 en 20 micromol. 5 micromol is maar een schijntje van wat men normaal gesproken aan groeilicht aan planten geeft. En eigenlijk is ook 20 micromol is zeker de 50% minder dan wat gangbaar met groeilicht gegeven wordt als je praat over gewassen die al niet veel licht gebruiken. Als je het met roos gaat vergelijken, dan is het nog veel minder. We hebben roodblauwe LED-modules gebruikt, productiemodules van Philips. En dit is een plaatje. Even kijken. Kunnen jullie dit goed zien?
Je ziet hier het plantbed en eigenlijk na een week kon je het verschil tussen het proefvak en het niet het proefvak kon je al heel duidelijk zien. De bladkleur werd donkerder, er kwam wat meer gewasontwikkeling, de groei was beter. En dat was al zo bij 5 micromol behandeling. Dus bij eigenlijk zeer weinig licht, maar bij 20 micromol was het wel iets sterker. We hebben toen de bladkleur gemeten en dat is de grafiek die jullie zien. Als je kijkt naar de eerste balk, dan zie je bij 0 micromol de spatmeting, dus de bladkleurmeting. En dat geeft aan hoeveel bladgroen er in het blad zit. Dan zie je dat bij 5 micromol heeft er al zeker een verdubbeling plaatsgevonden, of heeft er ongeveer een verdubbeling plaatsgevonden. Bij 10 micromol was dat meer en bij 20 micromol was dat nog meer. Dus dat blad werd wel groener naarmate je meer licht toevoegde. Maar de eerste stap was met 5 micromol al bereikt. En dat was voor Jan denk ik een hele belangrijke stap. Omdat daarmee eigenlijk de kwaliteit van de tak al dusdanig verbeterd was, dat die daar eigenlijk al mee uit de voeten kan. Dan komen we bij het eindresultaat van de proef. Dan bleek dat bij 5 micromol hadden we 9 tot 10 dagen vervroeging gerealiseerd. Bij 10 micromol 12 tot 14 dagen en bij 20 micromol 21 dagen. In vergelijking met de niet belichte controle. Ten aanzien van de kwaliteit waren er wat minder bladeren. De plant was wat eerder generatief geworden. Er was een klein verschil in lengte, maar de lengte was zeker nog voldoende voor een veilingwaardige kwaliteit. En een klein verschil in takgewicht. Maar ook dat had voor de kweker was een absoluut acceptabele tak. En voor hem was de proef in die zin geslaagd dat er in een kortere tijd eigenlijk een betere kwaliteit tak was ontstaan. Waar hij op de veiling zeg maar graag mee aan wil komen. En dat was een positief resultaat denk ik van dit onderzoek. Waarbij ook blijkt dat je met 5 micromol al dat verschil kunt maken. Dus je hoeft geen zware belichtingsinstallaties aan te leggen. Je kunt eigenlijk tot 20 micromol kun je bij een belichtingsinfrastructuur terecht die normaal gesproken voor gloeilampen gebruikt werd bij de verschillende bedrijven. Ja, deze sla ik even over. Dan wil ik jullie danken voor jullie aandacht.